Een mysterie. Het Friesk Filmarchief had goede contacten met andere filmarchieven in het hele land. Als wij een film vinden die het neer te krijgen had met Friesland, dan sturen wij zijn film naar het archief van de regio van het filmonderwerp. En zo krijgt het Friesk Filmarchief zo nou en dan ook films uit andere archieven om een been. Zo kregen we deze films van het Amsterdams Filmarchief. Er zit geen enkel aanknopingspunt aan de films of de verpakking, dat men ons schenken kan hoe wat het gaat, wat de makker is en wat voor Barney en ook correct verslaan is. Alleen nog de datum van het ontwikkeling is bekend. De filmpjes, het binder mooi me kort zien, binnen ontwikkelen tussen 1940 en 1943. We weten al dat het in de omkrieten van de Zwerg opnomen is. De tram die ik nooit dat plak is even op de film te zien. Maar wat deze mensen binnen en wat ze doggen, weten we net. Als je wat bekend jongen, zou je dan skilje willen naar het Friesk Filmarchief? Hoe dan bleven deze filmpjes een mysterie?